Goedemorgen, middag of avond, wanneer je deze vlog ook kijkt. Ik begin deze vlog iets anders dan normaal, want ik had zondag een mega productieve ochtend. Nadat ik de jongens had voorzien van ontbijt, begon ik fanatiek met de was. En je zou bijna de krant gaan bellen, want voor de tweede keer in een week tijd besloot ik om mijn wasgoed buiten op te hangen. Ja jongens, het was goed bevallen, dus ik dacht ik ga er nog een keer voor. Dus hups, gestuntel met dat wasrek en op naar buiten. Het was namelijk weer mega lekker weer, benauwd ook, maar warm dus. Dus ik dacht, hups, die was naar buiten, want dan droogt het snel en dan ruikt het weer zo lekker. Het was goed bevallen. En jullie hebben ons washok nog niet zo heel vaak voorbij zien komen in de vlogs. En dat komt omdat het eigenlijk heel hoog nodig een keer goed opgeruimd moest worden. Dus hier was ik al halverwege het proces, maar ik dacht, laat ik even een before filmen. En hier dan de after. Ja, ik ben hier denk ik oprecht 1,5 uur mee bezig geweest. Ik heb alles van de kant gehad, zelfs de muren heb ik gepoetst. Mijn kleding had ik die dag daarvoor al helemaal uitgezocht en had ik heel veel vuilniszakken gevuld met kleding wat gedoneerd mocht worden. Dus ik dacht, die stofzuiger aan. Oh ja, kijk, dit kon er gedoneerd worden. Dit zijn allemaal mijn kleren, hè jongens, echt verschrikkelijk. Maar ik was dus helemaal oververhit, want het was zo warm buiten. Dus ik dacht, als beloning gun ik mezelf een koude plons in het water. Eventjes afkoelen. Wij kregen deze dag onze beste vrienden op visite, dus hier kwamen ze halverwege al binnen druppelen. Dus het is een beetje chaotisch, maar ik was ondertussen dus even lekker gehaktballetjes alvast aan het maken voor het avondeten, want we zouden met hun lekker de hele dag aan het water gaan zitten bij ons achter en ook gezamenlijk gaan eten. En ik had voor de shorts een klein dagvlogje gemaakt van deze middag, die zou ik nog even inmonteren. Dan hebben jullie een klein idee van hoe deze middag eruit zag. En ik heb geprobeerd er oprecht zoveel mogelijk van te genieten, want in mijn hoofd, nou ja, en ik denk ook wel dat het waarheid is, was dit de laatste weekend, het laatste weekend mooi weer, dus het laatste moment dat we dit jaar echt even konden genieten van onze fijne plek met het water achter en het zwemmen. En we hebben Nout geprobeerd een beetje watervrij te maken. Die sprong op een gegeven moment van de kant het water in. Echt zo trots op hem. Gaan we nu overschakelen naar de dinsdag. Hallo, het is vandaag dinsdag en de jongens zijn vandaag een dagje met opa en oma op pad naar een pretpark. Dus wij hebben een oude bekende hier. Ik ben benieuwd wie van jullie hem nog kent. Machootje. Hi. Nou, Matje is ook een dagje ouder geworden. Wordt ook wat grijzer. Maar nog steeds net zo blij. Dus ik heb ineens tijd over, want ik ben kindloos. Ik wil even naar de Action, want ik moet even wat kleine boodschapjes doen. Ik heb een wasparfum op en ik wil gewoon even lekker rustig neuzen. Dus dat ga ik zo doen. En verder kan ik een video filmen, wat ik waarschijnlijk mij kennende ook wel weer ga doen. Dus ja, we kunnen de dag wel weer vullen. Eerst maar eens even lekker op pad en rustig shoppen. Lekker hè, die camera. Het beeld is zo goed, joh. Ik word er echt blij van. En als ik de motivatie vind vandaag, wil ik ook graag nog even de kastjes van de jongens uit gaan zoeken. Want die is nu overvol. En ja, elke keer denk ik, is het moment al daar om het zomerspul eruit te halen. Maar dan wordt het ineens toch nog weer mooi weer. Maar goed, er ligt ook nog winterspul in wat ze allebei te klein is. Dus dat wil ik sowieso uitzoeken om te kijken waar ik sta met de winterkastjes. Nou, voor Nout denk ik dat ik een heel eind ben. En voor Morris heb ik eigenlijk nog niks. Nou ja, dat is niet helemaal waar. Want jullie hebben natuurlijk de kledingchallenge gezien. Ik heb 15 broeken voor hem en 3 truien. Dat is wat ik nu heb en dat is natuurlijk niet genoeg. Morris moet sowieso nog een jas en schoenen. En Nout moet eigenlijk ook nog een witte jas. Maar goed, ik wil dus even een soort balans maken waar ik sta met de kastjes. Dus dat hoop ik vanmiddag ook te kunnen doen. Maar eerst even lekker chillen en shoppen. Nou, ik ben weer thuis. Ik deed even een snelle boodschap bij de Aldi ook. Koekjes, chippies, eieren. Appelmoes was op. Nou, dat wordt hier graag gegeten bij het avondeten.
mega grote druiven. Even serieus, hoe kan ik laten zien hoe groot het is? Gewoon net zo groot als deze krieltjes. Het zijn echt enorme druiven, dus een kilo. Bananen, bakboter, vlees was afgeprijsd. Ik vind dat dan altijd, dit is echt zo'n domme gedachte, maar ik kan dat dan niet laten liggen. Want dan denk ik, ja, die beestjes zijn er al voor dood gegaan. Dan ligt het voor 30% afgeprijsd. En anders wordt het gewoon weggepleurd. Dus ik gooi het in mijn vriezer, dat komt wel een keer op. Smeerkaas, chilipoeder. Ik had ook nog peper, maar dat zit nog in de tas, denk ik. IJsjes, dextro en mayonaise. Kleine boodschap. Maar wel 30 euro. En dit kocht hij allemaal bij de Action. Nou, hier ging ik natuurlijk voorheen. Even voor je wasparfum. Dit was de enige, het enige merk, maar überhaupt ook de enige geur die ze nog hadden. Alle wasparfum was op. Dus het was deze. Deze vind ik altijd lekker, maar die hebben ze niet zo vaak. Of ik heb ze al een tijdje niet meer gezien. Dus die even meegenomen. Gel voor de jongens. Onderbroeken voor Nout. Kijk, met bananen. Nou, helemaal gezellig. Fabulosa in babypoudergeur. Dit ruikt zo lekker. Haarmoes. Even spul om mijn gezicht schoon te maken. Ook voor mijn ogen. Dit kocht ik bij de Kruidvat, want dit heb ik gewoon niet in huis. En ik dacht, dit moet ik wel hebben voor de jongens. Afwasmiddel. Mijn zeeppompje is helemaal viezig. Die hier staat in de keuken. Dus even een nieuwe daarvoor. Een nieuwe schaar. En twee van deze bakjes voor het badspeelgoed. Dus ja. En kijk wat voor leuke pleisters ik vond voor de jongens. Het zijn dus een soort stickerpleisters. Dat is toch leuk? Tenminste, ik dacht, als ze dan pijn hebben, is dit wel een leuke opvrolijker. Het is inmiddels 4:30 en ik heb net een leuke YouTube-video opgenomen. Dus die gaan jullie binnenkort zien. En ik dacht, ik ga nu nog even snel een begin maken met de kastjes van de jongens uit te zoeken. Ik hoop dat ik het ga redden. Ik weet niet zo goed hoe laat ze terug zijn. Maar ik zal jullie even laten zien wat de huidige situatie is. Dit is momenteel de kast van de jongens. Maar zoals je kan zien ligt het gewoon twee rijen dik. Dat komt omdat kort en lang spul door elkaar heen ligt. Maar ook echt, ik heb het denk ik al in 1/2 jaar niet meer uitgezocht of daarna gekeken. Dus wat ik nu even wil doen is kijken wat er niet meer past. Dat moet er sowieso uit. Ik twijfel heel erg of ik het op Vinted ga uploaden. Want ik vind het altijd zo'n tijdrovend proces. Aan de andere kant vind ik het ook wel weer leuk om er dan een eurotje mee te verdienen. En dat dan opnieuw weer uit te kunnen geven op Vinted. Maar ik voel me vandaag niet echt gemotiveerd om dat te doen. Neemt niet weg dat die kast natuurlijk gewoon uitgezocht kan worden. Dus dat ga ik sowieso doen. Ik moet kijken wat er nog past. Ik moet kijken wat er nog netjes uitziet. Want sommige kleding is ook echt afgedragen. En wat moet ik nog meer doen? Oh ja, ik twijfel dus een beetje, want al het zomerspul ligt er ook nog in. Maar goed, we gaan toch richting de herfst. Maar ik zal ook af en toe nog wel wat zomerspul nodig hebben. Allemaal gedachtegangen. Maar goed, laat ik gewoon aan de slag gaan en kijken hoe ver ik ga komen. En ik ga jullie in een timelapse natuurlijk meenemen. En ondanks dat ik al begonnen was met het inkopen voor de winterkastjes van de jongens, voelde dit toch een beetje als het maken van een blanco canvas. Of in ieder geval een startpunt om te kijken, oké, waar sta ik nu en wat moet er nog komen? Doen jullie dit ook of ben ik de enige die dit zo aanvliegt? En voor mezelf ben ik eigenlijk ook best druk bezig, want ik heb op Pinterest dus helemaal zo'n inspiratiebord gemaakt voor mijn eigen wintergarderobe. Ik merk dat ik het afgelopen 1/2 jaar steeds meer een vertaalslag ben gaan maken in mijn eigen kleding en steeds meer ben gaan kijken, nou, wat vind ik nou echt mooi? Ook, hoe wil ik eruit zien? Wat is mijn stijl? En ik ben daar steeds meer achter en ik merk ook dat ik me steeds minder druk maak over wat een ander daar nou precies van vindt. Ik vind gewoon mooi wat ik mooi vind en dat ga ik gewoon lekker dragen. En daar ben ik steeds mee weer begonnen. En ook steeds minder budgetteren daarop. Ik had altijd de neiging om te zorgen dat mijn kinderen er vooral heel erg goed bij liepen en mezelf daarin een beetje, nou, vergat ik soms wel een beetje daarin. Ik denk dat dat wel een beetje moeder-eigen is of zo. Maar ik laat dat steeds meer los. Want, nou ja, ik verdien ook gewoon een leuke wintergarderobe. En Pinterest is voor mij dan echt wel de place to be als het gaat om het opdoen van inspiratie. Kijk je ook op Pinterest voor outfit inspo? Of ben ik de enige millennial die nog gebruik maakt van die app? Ik vind Pinterest scrollen echt heerlijke tijdsbesteding, dus dat doe ik maar wat graag. Nou, dit is het eindresultaat. Dit zijn alle lange broeken van Nout. Dit zijn alle shirts met lange mouwen van Nout. En ik heb voor beide jongens achter nog een stapeltje bewaard met ongeveer 4-5 korte broeken en 4-5 t-shirts. Die kunnen er later natuurlijk uit als de winter echt is aangebroken. Bij Morris bleven de stapels maar omvallen, maar dit zijn alle Morris broeken. Ja, binnenkort wordt duidelijk waarom
Morris zoveel broeken heeft. Oh nee, wacht. Die video komt eerder online dan deze. Dat komt natuurlijk vanuit de challenge dat hij zoveel broeken heeft. Dit zijn Morris' shirts met lange mouwen. Niet zo heel erg veel. Moet zeker nog wat bij. En voor Morris ook een stapeltje met kort nog bewaard. En dit zijn de pyjama's van Morris. De rompers van Morris. Morris moet echt rompers bij hebben. De sokken. We hebben nog een hele bak uit te zoeken. Maar die jongens hebben in principe allebei genoeg sokken. Ondergoed van Nout. En dit zijn de pyjama's van Nout. Maar dat is dus ook kort en lang. En het past er dus eigenlijk niet in. Maar wederom, kort gaat er toch binnenkort uit. Dus dan heb ik wel weer ruimte voor de lange pyjama's. En ik vind het eigenlijk zonde om dat dan nu weg te doen. Dat ga ik natuurlijk niet doen. Dus ja. En dit is de hele stapel waar ik doorheen moet. Wat kan ik nog op Vinted zetten? En wat moet er weggegooid worden? Ik zag namelijk net dat er best wel veel shirtjes zijn die echt niet meer mooi zijn. Of broeken waarvan de knieën vaal zijn. En dat ga ik gewoon niet meer verkopen. Dus dan doneer ik het liever en dan gaat het naar een arm land. Lekker dat dit gedaan is. Chill. Welkom in mijn donderdag, waarvoor ik een hele leuke intro had gefilmd en hele leuke praatstukjes had gefilmd. Maar ik mijn camera dus blijkbaar op een of andere slow-mo stand heb ingesteld, waardoor al die beelden zonder geluid zijn en in slow-mo. Nou, dus ik heb hem hier versneld, maar goed, er zit dus geen, je hoort mij gewoon letterlijk niet praten. Dus dit hele stuk wordt met een voice-over. Sorry jongens, die nieuwe camera, het is even wennen. Ik wist niet dat deze stand erop zat. Ik weet het nu wel en ik weet ook dat ik er extra op moet letten. Anyway, ik was deze donderdag dus helemaal fanatiek. Ik heb namelijk alsnog alle winterkleding die nog netjes genoeg was op Vinted geüpload. Of nou ja, dat ben ik hier aan het doen. Ik leg dan altijd even een maatkaartje erbij en dat had ik 's ochtends geüpload. En binnen anderhalf uur had ik alles verkocht. Echt niet normaal. Dus ik kon ook meteen pakketjes gaan inpakken. En ik doe daar dan ook altijd een leuk zelfgemaakt kaartje bij in, maar die had ik op. Dus ik was ook nog even aan het tekenen geslagen met een superleuk eindresultaat. Dat gaan jullie zo ook zien. En toen ik al die pakketjes had ingepakt, ben ik met Nout even naar het dorp gegaan. Heb ik de pakketjes weggebracht, hebben een ijsje gegeten en gingen we ook een cadeautje halen voor mijn opa. Want die werd gisteren 83. Dus daar zijn we heen geweest. Of ik zeg gisteren, dat was donderdag dus. Hier heb je alle ingepakte pakketten. Maar we moesten een cadeautje halen voor opa. Deze kleurplaat had Nout al gemaakt. Of nou ja, die had vooral heel veel stickers geplakt. En papa had een leuke verrekijker voor hem gemaakt. En ik moest dus een cadeautje halen. Dus ik ging even naar het dorp met de auto. En ik had geen idee wat ik moest halen. Even eerlijk, wat haal je voor een man van 83 die alles al heeft in het leven? Ik dacht, ik ga langs de notenboer en ik haal lekkere nootjes voor hem. Ja, en eigenlijk vond ik het echt een super stom cadeau, maar ook weer niet. En ik kocht een mooie bol grisant. Nou, hij was er helemaal gelukkig mee. Dan zijn we ook alweer aangekomen bij het einde van deze vlog. Ik wil je weer bedanken voor het kijken en ik zie je graag volgende week weer.